Hallo, mijn naam is Casper en in deze video ga ik je laten zien hoe jij als teamleider zelf modules volgt binnen het teamabonnement van Medilex Onderwijs. We beginnen op de homepage van onze website. Rechtsboven zie je de knop Profiel uitloggen staan. We gaan zo naar het profiel. Staat deze knop hier niet, dan staat er Login. Klik daarop en log vervolgens in met je mailadres en je zelfgekozen wachtwoord. Ik ben al ingelogd. En ik heb net op de knop profiel geklikt. Ik ben ingelogd als teamleider Caroline. En ik ga even naar het menu. En de knop e-learning. Ik kom nu op de Mijn e-learning pagina. Hier kun je zien voor welke modules jij zelf bent ingeschreven. En welke modules je zelf hebt afgerond of nog niet afgerond. Je ziet hier dat Caroline al een behoorlijk rijtje modules heeft gevolgd. Je ziet wanneer ze de modules gestart is en hoe het met de vordering zit. We gaan nu een nieuwe module uitkiezen. Caroline werkt in het PO, dus we klikken hier op de link PO. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat Caroline de module Mediawijsheid PO wil volgen. Klik op de titel van de module. Nu opent er een pagina. En daarop kun je precies nalezen wat je in deze module gaat leren. Wij gaan direct starten, dus klik op start. Er opent nu een nieuw tabblad en in dat nieuwe tabblad zie je dat de module meteen begint. Je kunt hier lekker aan de slag. Je klikt door de sheets met informatie heen. Je bekijkt de video's. Je doet de quizzen, etc. Je werkt lekker door de module heen. Dat doe je op je eigen tempo en wanneer je dat wilt kun je altijd pauzeren. Pauzeren is in dit geval erg simpel. Je klikt op het kruisje en je voortgang is automatisch opgeslagen. Ik druk nu even op F5 om dit overzicht te verversen. En dan zul je zien dat de module die wij net gekozen hebben, Mediawijsheid PO, gestart is vandaag. En dat die voor 1% is gevorderd. Wil je verder gaan met de module? Dan klik je op de titel van de module. En dan zul je zien dat die weer in een nieuw tabblad opent. En dat die verder gaat op precies de plek waar je geëindigd bent. En dat was hier. Tot zover deze uitleg. Ik wens je veel plezier bij het volgen van de modules in het teamabonnement.